Ja, Michel, we kregen deze week bekend geworden dat je de overstap gaat maken van Rome Potter Ryan Peloton naar het Ierse Aqua Blue Jet. Allereerst, vanwaar die overstap? Gewoon een nieuwe uitdaging. Daar kijk ik eigenlijk wel naar uit. Ik wist het nu 2 weken. Hun zagen het wel zitten om 2 jaar door te gaan met mij in een hele nieuwe ploeg. Dus dat zag ik wel zeggen in dat opzicht. Je bent natuurlijk ook bij het begin van deze ploeg geweest. Je weet dus hoe het is om een nieuw project dat te beginnen. Maakt het dit ook juist niet extra spannend? Ze moeten ook daar weer de boel opnieuw ontdekken. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik weet wel dat ik dan ongeveer te wachten sta dat je in het begin tegen wat dingetjes zal aanlopen. Maar dat heb elke nieuwe ploeg. Dus dat is dan wel weer een nieuwe uitdaging om dat mee te maken. Het is eigenlijk pas heel laat bekend geworden dat de ploeg komt. Dat is in de media naar buiten gekomen. Wat kan je vertellen? Want er is eigenlijk nog heel veel onbekend over wat eigenlijk het doel en de structuur van de ploeg gaat zijn. Ja, ik weet ook nog niet alles natuurlijk, want ik weet het nu ook pas 2 weken en je krijgt beetje bij beetje wat te horen. Maar alles wat nu op internet staat, dat hebben ze aan mij ook verteld. Dus dan in dat opzicht weet ik niks meer dan dat er nu naar buiten is gekomen. Het gaat dan om programma, jullie hopen op Milaan-Sanremo, Amsterdam Gold Race. Dat zijn dan ook de koersen waar jij zeker weet dat je daar mag gaan deelnemen. Zijn dat de eisen die jij ook hebt gesteld om naar die ploeg toe te gaan? Nou ja, zeker weten weet je het nooit natuurlijk. Je moet wel vormbouw tonen, maar in principe als we daar rijden, ga ik er wel vanuit dat ik daar mee mag doen, ja. Wat weet je dan eigenlijk wel? Weet je al wanneer je gaat beginnen? Of wat voor trainingskamp je gaat doen aan het begin van het volgende seizoen? Ik weet nu alleen nog dat we in december 4 dagen naar Monaco moeten komen. En daar zal dan alles uitgelegd worden en dan weet ik in principe alles. Nu zijn ze gewoon bezig met druk, met nieuwe fietsen, nieuw materiaal, de servicekoers opbouwen. Dus ze hebben het eigenlijk te druk met dat soort dingen dan wat anders, ja. Vandaag de laatste koers van het seizoen voor jou, dus de laatste koers in het shirt van Rompot. Niet echt parcours voor jou. Zouden we op de eerste hoogte zeggen hier in Puttekapelle? Nee, ja, eigenlijk niet. Maar ja, ik doe gewoon mijn best weer en ik probeer mijn broertje Raymond te helpen. Die maakt wel kans vandaag in de massasprint. Dus dat is mijn doel eigenlijk vandaag. Bijna de helft van de selectie die hier aan de start staat, die vertrekt. Wat is eigenlijk de sfeer in de bus eigenlijk vandaag? Ja, eigenlijk nog verrassend goed eigenlijk. Iedereen heeft zin om te koersen en om mee te zitten. En Raymond zin om te sprinten. Dus dat is een goede sfeer nu. Dankjewel.